Het individualisme verslaat zijn duizenden. Waar vroeger iedereen elkaar kende in de straat, weten veel mensen tegenwoordig de naam van hun buurvrouw niet eens meer. Laat staan de naam van iemand die 3 huizen verderop woont. Ook het persoonlijk contact tussen mensen wordt door social media steeds onpersoonlijker en oppervlakkiger. In Handelingen 2 lezen we over het ontstaan van de christelijke gemeente. Het leven van deze gemeente ontwikkelde zich op 4 specifieke gebieden die in Handelingen 2 vers 42 worden beschreven. De leer, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. En over dat tweede wil ik iets met jullie delen. Gemeenschap met gelovigen. Want de Bijbel onderwijst helemaal geen individualisme, maar gemeenschap. Als christenen hebben we elkaar hard nodig. Of je nou evangelisch, gereformeerd of hervormd bent. Het Griekse woord voor gemeenschap is koinonia. Dit woord heeft als basisbetekenis dat je iets gemeenschappelijk hebt. Wat hebben die mensen, die gelovigen, dan gemeenschappelijk? Jezus. Want ze zijn erachter gekomen dat door hun zonde scheiding was ontstaan tussen God en hen. En tegelijk zijn ze erachter gekomen dat door geloof en bekering de relatie tussen God en hen hersteld is. Door Jezus. Niet door hun goede werken, maar door het geloof in het verlossende werk van Hem. En samen vormen die gelovigen Gods wereldwijde gemeente. Het is dus een echte gemeenschap. De Bijbel gebruikt verschillende beelden om het bijzondere, het unieke van de christelijke gemeente aan ons duidelijk te maken. In 1 Korinthe 12 worden de gelovigen samen vergeleken met een lichaam. De ledematen van een lichaam hebben elk een bijzonder doel en functie. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. En tegelijk kunnen ze ook niet zonder elkaar. Daar schrijft Paulus over. Want ook het lichaam bestaat niet uit een lid, maar uit vele leden. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? En even later... Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven, zoals Hij gewild heeft. Samen vormen wij als christenen een lichaam. Is dat bijzonder of niet? In een gemeente zitten ook altijd mensen die denken dat zij geen waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap van gelovigen. Ze denken dat ze ten opzichte van de dominee bijvoorbeeld maar weinig voorstellen. Maar ook daar had Paulus oog voor. Hij neemt dat bezwaar direct weg door te schrijven. De leden van het lichaam, die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. Maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Wat een schitterend beeld. De gemeente beschreven als een lichaam. En de zwakste leden binnen dat lichaam zijn de belangrijkste. Is dat ook zo in jouw gemeente? Zijn de zwakste de belangrijkste? Het hoofd van het lichaam is de Heer Jezus Christus. Hij is de centrale persoon in de gemeente. Weet je wanneer er verdeeldheid en oneenigheid komt in de gemeente en dus de gemeenschap met God en met elkaar verdwijnt? Als het niet meer gaat om Jezus, maar over rand en bijzaken. Waak daarvoor. Het is als met een fietswiel. Stel dat de spaken van het wiel de gelovigen voorstellen. En dat Jezus de as en dus het middelpunt is. De spaken bevinden zich het dichtst bij elkaar, daar waar ze verbonden zijn aan de as. En zo is het exact in de gemeente van Jezus. Daar waar wij dicht bij Jezus leven, leven we als vanzelf ook dicht bij elkaar. Laten we elkaar vasthouden in de eindtijd waarin we leven. We hebben elkaar als gelovigen keihard nodig. Het is net als met kooltjes in een kachel.
Zolang ze tegen elkaar liggen, blijven ze warm en gloeien ze. Maar als ze los van elkaar komen te liggen, gaan ze vroeg of laat uit. Het vuur dooft. En dat mag in de gemeente van God niet gebeuren. Denk nooit dat je wel zonder je broeders en zusters kan. Want is je lichaam compleet wanneer het een oog mist, maar één hand heeft of er een oor ontbreekt? De Bijbel roept niet op tot individualisme, maar tot collectivisme. Een gemeente behoort een collectief te vormen. Voor Jezus Christus, onze Heer. Wees hierin waakzaam en nuchter. En geniet van de veelkleurigheid binnen het lichaam van Christus.